Ja, vrienden, ik heb gewoon soms het gevoel alsof er in de politiek en ook bij die energiebedrijven al of daar mensen werken waarbij beide de gevoelszenuwen een beetje zijn doorgeknipt. Ja, inlevingsvermogen, empathie zijn allemaal begrippen die gewoon niet meer bestaan. Weet je, die kunnen zich niet voorstellen hoe het in de rest van Nederland is. Gewoon dat een jongetje Jette. Ja, jongetje Jette. Heb je hem gezien weer op tv? Jongetje Jette, die komt dan vertellen van ja, we sluiten niemand af. Ja, jongetje Jette, maar daar is nog niet iedereen mee geholpen natuurlijk. Wat nou? Maar de kosten gaan toch door? Mensen moeten wel blijven betalen. Of moeten ze dan maar die verwarming zo laag zetten dat ze toch weer zitten te bibberen thuis? Dat, jongetje Jette, denk dan even na. Ik bedoel, alleen maar, ja, we sluiten je niet af en daarmee ben je er dan vanaf? Nee, natuurlijk niet. Nee, want daar gaat het om. Ja, want dan komt er zo'n andere Essent of zo, weet ik veel, andere energiemaatschappij. En dan lees je dat, mensen krijgen gewoon enorme rekeningen thuis. Van, ja, betaal maar even. 1000 of 1500 euro, gewoon voor gas en elektra. Hey, hallo jongens. Ik bedoel, die kunnen die mensen niet betalen. Kunnen jullie dat je niet voorstellen bij zo'n energiemaatschappij? Hebben jullie nou helemaal geen contact meer met de maatschappij, met gewoon hoe de mensen leven? Mensen kunnen, geld is op. Mensen die aan hulpverlening doen, bij schulden, die weten het ook niet meer. Want, nee, want die mensen zijn ze allemaal zo in paniek en worden agressief ervan. En die hulpverleners raken ook helemaal in de war. Zo erg is het op dit moment in Nederland. En dan, vrienden, dan komt er zo'n moment van zo'n vogel, zo'n directeur van Vattenfall. Heb je dat gezien? Heb je die man gezien? Die Vattenfall, hè? Ja, die zitten in Zweden. Die zijn ook helemaal hun gevoel kwijt in die kou daar natuurlijk in Zweden. Ja, dan raak je je gevoel een beetje bevroren. Want Vattenfall, die maken dus een winst, geloof ik, van 990 miljoen. Kun je je voorstellen? 990 miljoen euro in een half jaar. Zoveel winst maken die gasten. En dan wordt er gevraagd aan Vattenfall, kunnen jullie niet een beetje van dat geld ook laten terugstromen naar jullie klanten? Het is 2 miljoen klanten in Nederland. 2 miljoen huishouden, 2 miljoen mensen. En kunnen we niet een beetje van dat geld laten terugkomen? Of dat de mensen wat goedkoper kunnen afnemen bij jullie? En dan zegt zo'n man alleen maar, nee, we gaan onze winsten, die 990 miljoen, en dat is maar een deeltje erbij, dan kan je voorstellen hoe groot dat is op jaarbasis. We gaan die winsten gaan we weer investeren in de toekomst. Ja, in duurzame energie. Ja. Ja, dat gaan we doen. En dan gaan we windparken van bouwen. Dat zegt dan Vattenfall. Ja. En dan wordt natuurlijk de terechte vraag gesteld. Ja, maar daar zitten de mensen op dit moment helemaal niet op te wachten. Op duurzame energie. Mensen kunnen nu je energie niet betalen. En kunnen jullie, Vattenfall, daar iets aan doen, alsjeblieft? Nee, wij gaan keurig hetzelfde antwoord van zo'n man. Totaal gevoelloos. En die zegt dan gewoon, nee, we gaan investeren in de toekomst en in de duurzaam en in windparken. Nou vrienden, de mensen, je zal maar ten eerste D66 hebben gestemd. En ten tweede, je zal maar een contract hebben bij Vattenfall.